Dames en heren, hier komt een heel bizar verhaal. Het bizarre verhaal van een kapper die binnenkomt in een postkantoor en die zegt tegen de man achter het loket: dag man achter het loket. Begint lollig, hè? En dit is ook helemaal een kapper, vindt u niet? Even zo met het kontje achteruit. Hup. Dag man achter het loket. Mag ik van u een postzegel van een kwartje, alsjeblieft? De man achter het loket. Wat zegt u? Mag ik van u een postzegel van een kwartje, alsjeblieft? Wilt u het bedragje besteden aan één zegel of wilt u verschillende leuke zegeltjes afnemen voor hetzelfde bedrag? Nou, meneer, dat kan me niet verdommen als ik maar een zegel heb van een kwartje. Nee, ik vraag namelijk hierom. We hebben de laatste tijd zulke beeldige zegels binnengekregen. Er is een nieuwe zegel uit van 12 cent, die is petrolkleurig. En daar komt Haar Majesteit zo snoezig op uit. Dan zou ik zeggen, neemt u er een bij van 8 cent, die is auberginekleurig. Ook geeft u, dat is een gewaagde combinatie, maar een verrassende combinatie. Dan heb ik nog een hele gedistingueerde van 4, die is bleu royal. En om het te completeren zou ik zeggen, neemt u er een bij van 2 cent, die is gris bleu met een tikkeltje bert. Voorstellende de afsluiting. Dan hebt u wel 26, dat hebt u gauw uitgerekend. Dan hebt u wel 26 cent uitgegeven in plaats van 25. Maar ik vind het voor de ontvanger, weet u, op zo'n witte envelop, hè, die kleurenvlekjes. zo feestelijk. Meneer, doe me een lol, geef me een postzegel van een kwartje. Ja, ik heb verder niks nodig uit uw modewinkeltje. Mag ik u eens even iets vragen? Hebt u eigenlijk wel een girorekening? Nee, meneer, ik heb geen girorekening. Oh, wat jammer. Als u een girorekening had, hoeft u nooit geld bij u te hebben. U schrijft een checkje uit, u schrijft een girootje uit. U doet dat in de bekende zalmkleurige envelop. Die doet u dan in de vuurrode bus en wij doen de rest. Nou ja, wij, de jongens van de PTT dan. Meneer, doe me een loog en een postzegel van een kwartje. Ja, en gauw of er vallen klappen. Okidoo. Hebt u een spaarbankboekje? Nee, meneer, ik heb geen spaarbankboekje. Oh, wat jammer. Vanaf 1 januari 1965 geven wij 4% rente. Kan me niet verrekken. Geef me een postzegel van een kwartje. En gauw, meneer, of er wordt hier iemand vermoord. Okidoo. Nog één vraagje. Hebt u telefoon? Ja, meneer, ik heb telefoon. Is dat? Mag ik u dan even attent maken op de nummers die u gratis en net zo ver kunt draaien als u wilt? Daar is 000, weet u wel, voor het aanvragen van interlokale gesprekken. Dan hebben we 0010 voor het aanvragen van internationale gesprekken binnen Europa, niet vanuit de cellen. 0016 voor het aanvragen van internationale gesprekken buiten Europa, niet vanuit de cellen. 008 voor inlichting over het automatisch verkeer. 0018 voor inlichting over het buitenlandse automatisch verkeer. 003 voor het weerbericht. 20111 voor het tijd zijn. En 009 voor het opgeven van een telegrammetje. Meneer! Wat verdomme, wat doen op de chef? Ik wil van u niks te maken hebben, de chef. De chef. Het is er hier aan de hand. Meneer, ik vraag aan deze man een postzegel van een kwartje. En hij verdomt het gewoon om het te geven. Hij wil mijn postzegelverzameling aansmeren, een girorekening, een spaarbankboekje. Ik wil een postzegel van een kwartje. En waarom doet die man dat? Ik zal het eens even voor u informeren. Is dat waar wat deze heer zegt? Van deur de kom? Ja, meneer. En waarom doet u dat? Van deur de kom? Ik doe het expres, meneer. En waarom doet u dat expres van deur de kom? Nou, die man is namelijk mijn kapper, ziet u. En als ik bij hem binnenkom en ik zeg alleen maar, wilt u mijn haar knippen? Dan zegt hij daarna altijd, wilt u lotion, wilt u tandpasta, wilt u zeep, wilt u een washandje, wilt u een gooi?